Hey, mensen, klopt de keer en vandaag zijn we terug met een nieuwe Sky Factory. Yes, 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 here we are in the world. Oh man, daar gaan we weer. We gaan er weer hard tegenaan. We zijn natuurlijk bezig met dit hele dirt plateautje waar we koeien op willen hebben. Maar die komen maar niet. Dus ik hoop dat jullie nog wat goede tips hebben gegeven hoeveel blokken het nou precies moeten zijn. Doe natuurlijk allemaal lekker hard een duimpje omhoog voor deze Sky Factory. Ik ben nu even alleen. Iedereen is gone. Ik ben helemaal alleen de laatste tijd. Helemaal verdrietig zoals je ziet. Maar dat ziet er goed uit zo. We kunnen natuurlijk eventjes wat dingetjes doen. De volgende keer zijn er gewoon weer andere mensen bij. Komt helemaal goed. We hebben in ieder geval appeltjes om te eten en al dat soort dingen. Zou ik hier gewoon compost in kunnen doen? Zonder dat dat heel lastig wordt? Laten we het eens proberen. Een kloek. Hallo kloek. Dan gaan we, ja. Oké, en dan hak ik deze zo hiermee. Oh nee, wacht even. Gooi ik nou serieus mijn pickaxe weg? Ja, oké, komt-ie. Oké, dan staan we die crips ermee. Die chips, crips. Oké, nu gaat dit weer weg. Dan moeten we even... Ik heb geen kroek meer. Maakt ook niet uit. Laten we eens kijken of het werkt. Nee, zie, dan moet ik dat water er eerst uithalen. Dat is best wel een drama. Uh-oh, daar heb ik dus nou weer niet over nagedacht, jongens. That's not so very smart van mijzelf. Hoe we dat eruit gaan halen, weet ik niet. Misschien moeten we er dan eventjes wat zand in gaan stoppen of zo. Dat zou helpen. Ik doe hier even overal wat... Nee, dat kun je er gewoon echt niet in doen, zie je dat? Ja, daar valt vast wel weer wat op te verzinnen. Kijk, we hebben in ieder geval weer coals voor deze. Coals voor deze. Holy moly. Kijk, dat is perfect. Dus dan kunnen we hier al in ieder geval genoeg dingen verbranden. Weet je wat? Ik haal hier al even de helft erin zo. En hier een helftje erin. En dan doen we hier nog een helftje erin. Zo. Dan kunnen we hier al in ieder geval van alles gaan verbranden in de toekomst. Dat is top. Ik ben blij dat we deze vlag hier hebben natuurlijk. Fantastisch. Laten we eens even kijken bij deze drops. Of we hier nog wat leuks hebben. Dat is natuurlijk een klein kistje. Een chance cube. Ik weet dat het echt heel veel ongeheim met zich kan leveren. Dus ik wil het wel gaan proberen. Maar we gaan gewoon ver weg, oké? Dat gaan we doen. Let's go. We gaan het gewoon proberen. We gaan even een pad ergens naartoe maken. Weet je wat, laten we gewoon die kant op gaan. Gewoon van hier achter, dan kijken we er ook niet zo naar. En we gaan er gewoon even heen. Plaatsen wat toortjes op dit balkje en we plaatsen daar die dingen. Hopen dat daar niks ergs gebeurt. We kunnen er gewoon een muurtje voor bouwen. Dus het moet niet heel erg zijn als daar wat gebeurt. Als het goed is komt er geen dikke boom uit, toch? Nee. Ik denk dat we gewoon helemaal veilig dat ding kunnen plaatsen. Het komt helemaal goed. Houd moed, nothing on the hand. Laatst waren er eventjes wat minder video's op het tweede kanaal. Komt dat ik even een auto heb gehaald en zo. En daar ben ik even mee bezig geweest. Er moest nog weer een navigatie en een andere in, want die andere was traag. Dus... Oké, nou, we hebben dat allemaal weer redelijk op orde en al wat verjaardagen gehad. En Destiny is uit natuurlijk, zijn we nog geweest. Het wordt zo leuk. Het weekend zijn we weg. Het is drukkie, maar wel leuk. Dus dat is altijd mooi. Dus so you know, er komen wel video's aan. Niks aan de hand. Het was even een kleine vakantieweek weer. Af en toe moet je dat gewoon even houden. Dat heb ik geleerd, dat je gewoon af en toe vakantie moet houden. Dus als je zelf wel eens last van hebt, gewoon vakantie houden. Ja, als je op school zit, moet je naar school hoor. Nou even, daar kun je niet zomaar vakantie houden, maar... Oké. Oké. Dus wat van alles wat we hebben, hebben we een bedrock hier. Nou, dan kunnen we daar in ieder geval wat op zetten. Dat gaat niet kapot. Bedankt, bedrock. Af en toe, weet je wel, dan denk je ook van... Oh man, wat moet ik hier nou mee? Een bedrockje, even kijken. Ah, hier tussendoor. Hebben we nog wat anders? Nee, verder hebben we alleen nog deze zakjes. Dat is altijd leuk. Even kijken wat hierin zit. Pumpkin seeds, nice. Dat is altijd handig. Heb ik ze nou weggegooid? Nee, ik heb ze gewoon nog bij ons. En voor de rest hebben we alleen een beetje zooi. Laten we gewoon even alles eruit halen. En schrik me kapot, man. Schrik me kapot. Oké. En dan gaan we even al die zooi gewoon in dit stoppen. Zo, silkworms hebben we niet nodig. We hebben gewoon even alle drops... Netjes wegleggen. Chicken. Oké, lekker. Klinkt allemaal goed. Even kijken. Dit was het. Hey, ja, dit was het. Ja, die kist kunnen we, leggen we er ook maar bij. Kunnen we altijd nog weer een beetje groter maken of iets. Oké, ziet er goed uit. Niet moe gaan worden nu. Daar doen we niet aan. Oké, dan stoppen we dus vanaf nu ook weer mee. We hebben nog nodig een nether portal. Om te kijken wat we daarvan krijgen. Dus we kunnen lava creëren en dat weghakken. Daar hebben we alleen diamonds voor nodig. Hebben we nog wat meer drops nodig? Dus misschien een verdiepingje erbovenop bouwen. Kan op dit moment geen kwaad. Laten we gewoon eens naar boven gaan en kijken wat we kunnen krijgen ervan. Oké, super. Een steen.
Zo, we nemen gewoon alle steen mee die we kunnen meenemen. We hebben een wateremmetje mee. Top. Oké, we gaan naar boven. Gaan gewoon eens even kijken wat we daar nog kunnen aanpassen. Dat is natuurlijk onze skyblocks. En misschien moeten we een keer ergens een bed maken of zo. Een mooie plek waar we lekker kunnen slapen. I don't know. Is er nou dirt geplaatst? Waarom zou je dat doen? Oh, er is iemand hier dood gegaan. Hier liggen mijn spullen dus. Ik was al mijn spullen kwijtgeraakt. Nou, heb ik in ieder geval mijn boek weer terug. Even kijken, wat hebben we nog meer? En dat is lachen, want ik ben toen doodgevallen. Dat ligt hier dus gewoon boven. Ik ben alleen al mijn steen weer kwijt. Dat is wel jammer. Dit was alles, gok ik zo, hè? Ja. Nou, die houten wooden hammer hebben we niet nodig. Oké, thank you. Dat is vet. Heb ik hout bij me? Ja, oké. Maak even een kistje, dan doe ik het eventjes daarin leggen. Zo. Wil ik even niet allemaal steen natuurlijk kwijtraken, weet je wel. Ik leg dit eventjes zo daarin, zo allemaal. En dan pakken we even het steen weer hierop. Zo, ligt er nog wel wat steen beneden. Dat klopt, die hebben we even gemist. Maar maakt niet uit. We hebben steen genoeg, dat wordt automatisch gegenerate. We gaan even kijken of we hier al boven wat kunnen maken wat handig is. Ja, we maken hier gewoon een verdieping bovenop. Dat zouden we al doen, dus laten we dat gewoon direct gaan doen. Oké. Even kijken, hoe werkt dit? Het blijft altijd lastig, hè? Het is gewoon iets aparts om te maken, zoiets. Het is altijd weer van... Oh ja, zo moet hij. Je maakt gewoon vormpjes in de stenen. En je denkt echt van... Oké, hoe moet dit verder? Wat moet ik doen? Ik ben kwijt. Oké. We gaan hier even snel doorheen, hoor. We hebben dit zo af. En dan hebben we er een tweede verdieping op. En dan worden de drops wat groter. Dan moeten we natuurlijk wel eventjes een... kist maken die wat meer capaciteit heeft. Want dat hebben we op het moment dus gewoon niet. We hebben nu een kist waar eigenlijk geen ene drol in past. Gewoon zo'n houten kistje. En daar hebben we niet zoveel aan. Dus dan moeten we toch eventjes snel mogen gaan aanpassen. Zo. Super. 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 Ik doe eerst even de zijkanten gewoon zo. Ja, dat moeten we even weghalen. Even kijken, zo. Kijk, dan zijn we er ook zo doorheen. We moeten alleen even een plafondetje op gooien. We hebben natuurlijk de basis al staan, dus dat is altijd wel lekker als je dat hebt. Dan kun je gewoon in één keer doorrokken, weet je wel. Gewoon tenneneo, tenneneo. Zo. Even kijken. Nou, dit gaat goed. Zo. Hoe gaat het bij iedereen op school? Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Of werk, hè. Laat me weten in de comments. Vind ik altijd leuk. Ik reageer er niet altijd op, maar ik lees het gewoon lekker weg, weet je wel. Vaak als ik in bed lig of zo, dan ga ik altijd even door de comments heen. Vaak heb je van die stomme comments met of reclame of scheldwoorden. Die haal ik dan even weg. Maar leuke comments zijn altijd leuk om te lezen. Dan zit je gewoon een beetje zo van... Oké, die heeft dat dus gedaan. Of die heeft een rotdag gehad, weet je wel. Dat is... perfect. Let's go up. En let's go down. Oh, het is wel een beetje eng hoor, allemaal. Oké. We hebben eventjes een paar van deze nodig. Hebben we er zo genoeg? Ja, zo er sowieso genoeg. Perfectos. Perfectos. Oké. En dan moeten we eventjes namelijk hier overal hierop zo'n dingetje plaatsen. Huh? Zo. En dan probeer ik altijd niet mis te springen, want dat is altijd lastig. Het is een soort parcours dat je moet doen. En ik ben heel erg slecht in Minecraft parcours. Ik was een keer met Dodo toen bij Get Owned. Nou, die gast die kon parcouren, jongen. Maar die doet dat al zo heel vaak. Ik ben meer gewoon rustig af en toe een springetje maken, een sprongetje en plaatsen. Perfect. Nou, we hebben alles hier gedaan, dus dit is klaar. Het enige wat we nu moeten doen is een dak erop plaatsen. En dat is gewoon met deze rij hier. Dus dat is een kwestie van zo. Snap je? Vet simpel. Oké, blok op. Houd nu op, hè. Even kijken, zo. En zo. Nou wordt het ook al donker hier binnen. Dus dan moeten we even een klein beetje oppassen. Dat we niet zometeen alle toortjes in één keer weghalen. Want dan komen er misschien al wat monsters. Nu, zolang we in de buurt blijven, zal daar niet zoveel gebeuren. Dus we hoeven ons nog geen zorgen te maken. Maar het kan. Dus laten we een klein beetje oppassen. Zo, perfect. Zo, ja, ik doe het nu maar even een keer alleen, de Sky Factory. Weet je, het is, ik wil het wel graag uploaden. Maar ja, als dan zeg maar de andere mensen of ik ben vaak weg. En dan lopen we elkaar net mis. En dat is lastig. Dan kunnen we het niet opnemen, zoals Ryan of zo. Dus daar moeten we eventjes weer wat tijd een keer voor maken. Dat we het weer even verder gaan spelen. En andere mensen van de crew in Hermitcraft. Als het goed is, komt Monkey en Born komen nog in de Hermitcraft. Dan gaan we daar met het kasteel verder. Dus als je nog vragen erover hebt, zijn die nu beantwoord. Dat komt er allemaal aan. Dat wil ik eigenlijk nog helemaal niet mee stoppen. Want ik vind dat juist wel vet. En de Skyblocks natuurlijk ook gewoon leuk. Of Skyblocks, Sky Factory. Maar het kost allemaal wel wat tijd. En dat heeft niet iedereen.
Dus vandaar, Nothing on the End komt er allemaal aan. Laatst was er even wat meer vanille. Dat dan weer wel. Want dat is gewoon altijd in mijn eentje, weet je wel. En deze serie wil ik eigenlijk niet zoveel in mijn eentje doen. Kijk, een keer zoals nu kan wel. Maar niet constant in mijn eentje deze serie doen. Want het is een serie met meerdere mensen. Zodat we er hard doorheen kunnen gaan. Zodat we veel kunnen doen. Want nu ben ik in mijn eentje aan het bouwen. Als dan de volgende alweer boom maken, dan kunnen we alweer verder, weet je wel. Met machines en dat soort dingen. Anders schiet het ook niet op. Maar wij doen alles gewoon lekker op zijn gemakje zo. Dat gaat goed vandaag. Vandaag is gewoon even een Chili Billy aflevering. Het is vandaag zo uit mijn hoofd zaterdag. Ja, dan weet ik wel zeker dat het zaterdag is. Het is eigenlijk nu vrijdag hoor. Dus jullie zitten weer in een tijdmachine. Of ik. Plaats de laatste nog eventjes hier, dames en heren. Ja, ja, ja. Oké, perfect. Nice. Dan zit dit er mooi dicht. En dan hebben we er in ieder geval een verdieping bij op. Daar ben ik wel blij mee. Dan kunnen we er gewoon eens even tegenaan met die banaan. Oké, top. Dat is een kwestie van wat water pakken. Er zal hier niet heel veel spannen op dit moment. Oké, die emmer heb ik hier laten liggen. Ja, oh. Ah, enkel. Zo. En waar ligt het andere badje? Want ik had hier... Aha, top. Zo. Dan hebben we deze emmertjes hier in ieder geval liggen. En dan moet ik nu wel omhoog. Dus het is even één handeling meer. Maar oké. Kan ermee door. Laten we dan maar achteraan beginnen. Oh, zo. Hier. Hier. En hier. Top, dan hebben we daar. En dan komt er nog in deze hoek eentje. Die hoek en die hoek. Dan zijn we denk ik al bijna klaar. Dus dat gaat aardig vlot. Ik denk nog één of twee, met geluk twee keer lopen. Auw! Met geluk één keer lopen bedoel ik. Zo, perfectos. A la vectos. Let's go. Ik moet wel even eten, want... Oh, ik kan niet meer eten. Oké, dan gaan we rustig naar beneden. Hello, my name is Gerald. I'm coming for you. Oké, moeten we hier nog even één emmertje plaatsen? Ah, oh, het gaat zo lastig. Oké. Hier zo nog één. En hier nog één dan. Moet ik nog even één keer een dubbelcheck doen of alles gelukt is. Ik kan eigenlijk in elke hoek dit zien, weet je wel. Dus dat is goed. Oké, dan gaan we deze weghakken. Dan vallen ze hierdoor naar beneden. En dan ga ik hier omhoog en dan plaats ik daar het laatste watertje. Zo. Bam. Oké, deze gaat zijn gang. Nu wel even kijken of we nog wat hebben qua... toortjes. Nee. Toppioppie. Let's go. Nou, wacht. Laat ik deze ster hier even weghalen. Die hebben we nu eigenlijk helemaal niet nodig. Oh, wacht. Nee, ik heb hem wel nodig nog. Laat maar. Zo, één ster is genoeg. En als het goed is, als ik deze nu hier dicht maak, is het klaar. Dan moeten we hier nu meer spannen. Laten we gewoon beneden kijken wat het resultaat geeft. En kan ik hier nog wat meenemen? De boekje, achievement boek. Oh, ik ben zo blij dat ik die heb. Hè. Die hebben we weer terug. En de appels neem ik ook mee. Wacht, toortjes. Nee, sticks en een hamer. Die. Het zijn wel dingen die eigenlijk wel makkelijk zijn, dus kan ik beter gewoon meenemen. Deze trap laat ik boven. Die hebben we niet nodig, maar ik neem het wel mee. Zo, let's go down. Oh, het is altijd bang dat je dan naar beneden valt en dat je doodgaat, weet je wel. Dat is verschrikkelijk. Oké, zet hier de kip nog in. De kip is weg. Oké. Okay. Nou, oh, jammer. Oké, okay, dit zal wel droppen nu. Ah, nice. We hebben meteen weer een nieuwe. Ach, kak. Even kijken. Kan ik hier deze troep droppen? Ja, zeker. Oké, okay, top. Oké. Okay. Even kijken wat we hierin hebben. Nou, ben ik blij om. Een slijmbal. Dat kan wel eens van pas komen. Dus dat is perfect. Doe ik gewoon hier al in. En deze trouwens doe ik gewoon op. Dan heb ik er toch een klein beetje een defense. Niet zoveel. Maar je ziet het. Hij werkt nu al beter. Zie je dat? Er vallen veel meer gasten naar beneden. Ik had er even torches op moeten plakken, want nu heb ik een probleem. Jongens, waarom komen hier allemaal gasten naar mij toe?
Hallo, wat is dit in één keer? Creepers, pijlen booggasten. Wacht, ik moet eerst deze gast killen. Oh nee, ik ga dood. Ik ga dood. Nee, 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 ik wil niet dood. Kom op, jongens. Oh nee, dan doe ik dit prullenbak open. Weet je wat? Oh nee, ik kan hier niet omhoog. Oh man. Eten. Oké, okay, rustig aan de hand. Niks aan de hand. Hij is er nog niet. Ik moet hem eigenlijk even naar de kant lokken en dan kan ik hem eraf slaan. Oké, okay, kom maar. Kom maar. Kom maar. Oh. Wat was dit voor guy, jongen? Waar is die pijl- en booggast nou? Waar is die nou? Nee, dat meen je niet. Hij is er gewoon niet. En die creeper op het dak, hoe kan die daar spawnen? Oké, okay, wacht even. Oh, schrik me toch helemaal kapot de hele tijd met die gasten hier. Verschrikkelijk dit. Ah, oké, okay, was even een spannend momentje, jongens. Want ik wil niet doodgaan. Ik vind dat niet leuk, zeg maar. Oké, okay, even een toortje erop doen. Ik had het nog gezegd en ik heb het niet gedaan. Ik ben ook af en toe wel echt een dikke aardappel, hè. Oh man, de world ziet er nou niet goed uit. Die toren moeten we echt gewoon doortrekken naar beneden in de toekomst in ieder geval. Dat is het enige wat zeker is. Die creeper moet daar af. Ik weet alleen niet hoe, dus dat wordt nog even een lastige klus. Een chance cube. 2 stuks. Let's try this out. Ik ben altijd in voor een chance cube, jongens. Daar gaan we. 3, 2, 6. Let's go. Ja, je weet, dit kan iets geks worden, het kan iets leuks worden. Dus het is altijd weer even bang worden. Ik weet alleen niet of dit in één keer wat wordt of in 2 keer. Hij maakt het nacht. Serious? Nee! Een full set golden armor. Laat ik gewoon naar beneden vallen hier. Kak! Oh man. Af en toe word je ook verdrietig hoor. Ik heb nu slecht weer. Mijn golden armor valt naar beneden. Wat moet ik nou in mijn leven? Het is wel onweer. Nou, dit gaat nu echt te hard. Oké, okay, hoe kunnen we die iron chest upgrade doen? Chest. Daar gaan we. Even kijken hoor. Koper. We kunnen ook volgens mij 1 keer naar iron doen. Dus dat is een blok hout met iron bars eromheen. Oké, okay, geen probleem voor mij natuurlijk. Hè? Dat is een makkie. Waarom spannen daar? Nou, ik zeg. We hebben een koe. Oh yes, we hebben een koe, jongens. Wacht even, ik moet eigenlijk even een hekje maken. En een schaap. We hebben een koe en een schaap. Oké, jongens, jullie blijven hier wel eventjes op zitten natuurlijk. Hè? Jullie kunnen er niet uit. En we hebben 2 kippen. Oh man, fantastisch. Nice. We hebben gewoon kippen. Oh man, het leven voelt zo goed opeens nu we dit hebben. Oké, okay, dus dat is de goede grootte. Dus die gaan we nog gewoon langzaam vergroten natuurlijk. En we moeten zorgen dat die koe niet naar beneden valt. Misschien maken we nog ergens anders even een boerderijtje. Iron, iron. We hebben 1 iron ingot. Nou, daar komen we nog niet mee thuis. Even kijken, wat hebben we nog meer? Iron ore pieces. Hoe kon ik die ook alweer verbranden? Hey, ja, is weer een vraag. Oké, iron ore pieces, kon ik die hierin doen? Nee. Er was een manier hoe ik dat kon doen, maar ik ben het gewoon... Ik weet het niet. Shit, ik heb een groot probleem op dit moment. Dan moet ik eventjes gaan googlen zometeen, want anders komen we daar natuurlijk niet uit. We hebben allemaal ore pieces. Ik ben bang dat er een monster komt. Oké, dus deze brandt gewoon... Niet. Nee, dat gaat gewoon niet verder. Jammer, jammer, jammer. Oké. Okay. Even de hout in deze kist doen. Dan is dat in ieder geval weer een beetje opgebergd. Hebben we hier nog iron? Nee, tin ingot. Een donut. Lekker hoor, die gaan we straks even opeten. Bacon. Zo, lekker joh. We hebben allemaal soorten dingen. Digital go. Goody, 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 goody. Ja, die apps kunnen we daar even bij indoen. Dit is wel echt een probleem die we hebben natuurlijk. En ik weet dat als ik het anders ga zeven dat het wel beter komt. Dus even kijken hier. Nou, eet jij mijn vlekken door, jongen. Hoe kom ik hier nou in? Ah, kijk. Yellowrite dust. Glowstone dust. Lead ore. Nickel iron ore pieces. Ja, Ja, dat ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit.
Hier zit gewoon kool in, maar die hebben we nu niet nodig. Dit dingetje is gebroken. Ik durf deze nu niet te slopen. Kan ik deze hiermee breken? Ik denk het wel. En als ik hem nu terugplaats, dan moet het weer verbonden zijn. Oké, misschien deze ook nog even. Deze server die slaat dan wel eens vast namelijk. En dan moeten we hem even opnieuw opstarten. Wacht even. En dan... Nee, dat werkt sowieso niet. Kunnen we deze niet anders verbinden? We moeten een kabeltje hebben denk ik gewoon. Als we een kabel hebben dan kunnen we die ertussen plaatsen. Maar hebben we een kabel hier liggen? Ik gok van niet namelijk. Nee, dus die moeten we even maken. Dat is volgens mij met koper. Denk ik, maar dat weet ik niet zeker. We moeten even terugkijken. We hebben hier een kabel liggen. Stone rod. Nee, we hebben geen kabels hier liggen in ieder geval voor nu. Maar goed, geeft ook niet. Dat komt de volgende keer dan wel. Dus moeten we deze even aan de praat zien te krijgen. Moeten we even iron krijgen. Gaan we die chest upgrade doen daarvoor. Dan gaat dit in ieder geval allemaal een klein beetje vanzelf. Hoeven we daar niet meer zo bang voor te zijn ook dat hier ooit wat valt. En dan hebben we het dik voor elkaar. Dus, in ieder geval mensen, dit was het voor vandaag. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie snel mogelijk weer bij een volgende aflevering. Waar we snel verder gaan. Alleen dan met de groep. Yo-yo.